Yes sir, welkom bij Outside the Box. Het is alweer een tijdje geleden, maar. Ik heb vandaag een geweldige aflevering voor jullie in petto. Ja, we hebben twee gasten waarvan één super hilarisch is. Ik heb het over Jandino Asperaat. Met een bedrijf Bambini Bungalow. Ho, ho, ho. Woe! Netjes voorstellen, ja. Zo doen we dat in Nederland hoor. Een beetje fatsoen, hè? Ik wil een mega crispy go large menu met extra friet. Wat denk je zelf, tonto? Ik heb een belangrijk bezoek bij me. En nu gaan wij linken met Dudley Leonora. Dudley Leonora krijgt dan de kans om John Polonius binnen te slaan. Staan. En Leonora slaat deze bal door het midden recht op de centerfielder af. Leuke aan dit alles is, Dudley weet niet wie hij zal ontmoeten vandaag. Wat we gaan doen, we gaan zometeen richting de stad. En daar zullen die twee elkaar ontmoeten. En vanaf daar ken je het wel. De verschillen, de linkjes. En aan het einde, hoe goed kan Jandino honkballen? Hoe goed zal hij het doen tijdens de hoofdklasse challenge? Welkom bij Outside the Box. Dudley Leonora. Oh bro, Roelie, hoe zit bro? Goed, met jou? Goed man. Goed dat je er bent. Luister, ik heb een verrassing voor je. Ja, ik ga je meenemen naar de stad. Ik heb een verrassing voor je. Ik kan verklappen, het is geen vrouw. Maar het is leuk. Let's go. Pak je jas, let's go. Heb jij enig idee wie wij gaan ontmoeten? Ah nee bro, geen idee man. Ik zeg jou, we zijn er bijna, Blue Caribbean. Ik denk dat jij het leuk gaat vinden, dus let's go, we gaan naar binnen en we gaan hem ontmoeten. Ja! Dit is de verrassing, sorry! Tada! Ik had ook iets anders besteld. Wat daarom aan? Rustig, papa. We zijn er! Ik probeer ook mijn baard te krijgen als die van jou, maar mij wil niet vol worden, Roman. Dat is wel mooi, hè? Wat doe jij? Wat, ik zweer het. Dit, bovenkant is geluk, kijk, dit is geluk, man. Yes, we zitten, daar zijn we dan. Ik heb aan mijn linkerzijde Dudley Leonora. Ik heb rechts van mij Jandino Asperaat. Bosaka, maar je weet zelf. Welkom. Dank je. Waar zijn we? Wat is dit? Wij zijn in onze restaurant Blue Caribbean. Mm-hmm. En deze hebben we gestart in de pandemie. Wij dachten we willen het Caribische keuken, Curaçaose keuken, eigenlijk alles wat we dan eten in de Caribie willen we eigenlijk samenbrengen. Ja. En we hebben niet eens onze eigen restaurant, weet je wel. We hebben er een paar, maar niet genoeg. Ja. Als je naar de Surinaamse keuken kijkt, heb je overal van die toko's. Wow. En er moeten meer van deze soort zaken komen. Dus we hebben nu twee geopend. Ja. Midden in de pandemie, het gaat supergoed. En hopelijk komt er een derde. En zo verspreiden we de Antilliaanse liefde. Love. Dit is, we zijn in Rotterdam. Deze is in Rotterdam. Waar is je tweede locatie? In Elkrotdam, in Spitshagen. Aha. En wij hopen binnenkort in Den Haag te kunnen belanden. Lekker. Belangrijke vraag. Kan ik hier Truckie Pan halen? Behalve dat dit dan dus geen truck is. Ja? Kan ik de voedsel halen van Truckie Pan? Zie, zeker. Zeker. We kunnen zeker. Je staat in Botaten, we hebben Moro. We hebben tutu, we hebben eigenlijk meer dan Truckie Pan. We hebben alles. Pisca Corra, we hebben alles. Het is hier. Banana, sarumang. Oh. Ja. Jerk chicken. Jullie moeten tutu proberen, hè? Hey, tutu proberen hier. Ja. Dus alles, bro. Man, je hoort het. Wil je eten? Je moet hier zijn. Ik heb al gezegd zometeen, ik ga sowieso een plate vanmiddag meenemen. En dan horen jullie gelijk review van hoe lekker het was. Yes. Oh ja, een beetje van Italiaans voedsel. Wat eet je? Wat is graag? Ik hoor jou zeggen, ze moeten tutu eten. Wat is jouw lievelingsgerecht? Ja, ik hou van tutu. Mm-hmm. Ook met de kaas erop. Kaas. Ja, moet hebben. Bakkeljauw? Bakkeljauw. Ja, zeker met bakkeljauw. Ja. Ook kalinha com batata. Kalinha com batata, Roman. Oh, kan niet fout gaan. Ja. Jouw lievelingsvoedsel? Tutu is voor mij, dat is hier. Ja. Maar ik hou van stoba, dus stoofvlees, papaya stoba, komkommer stoba, cabrito stoba. Dus eigenlijk, als je het maar stooft, vind ik het goed. Maar kip sowieso, alles met kip. Ja. Frituren is goed, wij aan het rennen, wij frituren alles. En dan gooien we saus erop. Soms weten we niet eens wat we eten. Je weet niet eens wat het smaakt. Voordat het eten gewoon op tafel is en het staat op tafel dat je proeft, gaat allemaal magi, salsa rosada, alles gooien we erop. Ja. Ik
Kijk, jij doet zoveel en humor. En humor is heel belangrijk voor jou, ja. Denk ik, in alles wat jij doet. Dudley zit tegenover jou, Nederlands teamspeler, speler bij Neptunus. En ik heb nog nooit met Dudley in het team gespeeld, maar ik speel altijd tegen Dudley. En Dudley is een speler, alles wat hij doet, of het ziet er grappig uit, of hij moet er een grap van maken, of ik kom op één en het is weer, hey, pas op, vandaag ga ik je wasselen. Weet je, het is constant grappig. Hoe belangrijk is humor voor jou in alles wat jij doet? Ik denk dat het is de olie van mijn motor. Dit is, het leven zie ik als een motor, maar de olie om alles te laten lopen, dat je relativeert, dat je gewoon lacht, dat je gewoon dankbaar bent. Weet je, dat jullie tegenover elkaar spelen en je kan naar elkaar kijken als concurrenten, maar je kan ook denken, we gaan vandaag spelen, want eigenlijk, man. Wat is wat we aan het doen zijn? Het is net als kinderen, we zijn gewoon aan het spelen. Het is een spelletje. Het is een spelletje. Het is een spelletje. En that's it, dus ik lach. En mijn publiek herinnert mij eraan, want soms ben ik ook serieus en dan is mijn leven soms een beetje heftig. En denk ik, lach. En dan zie ik mijn zoontje en dan doet hij weer iets doms en dan ben ik aan het lachen. Dan denk ik, waar gaat het over, man? Laten we lachen. Dus dit wat jullie hebben is super belangrijk. Ja, en hoe is het bij jou? Ik zie het, ik vertel wat ik van buiten zie. Hoe is het voor jou? Hoe belangrijk is het voor jou om in het honkbal humor te hebben, plezier en grappig te zijn? Para mim é muito importante de como pessoa. Tem hora que você não passa de velho, mas rabia com o momento. Então, o momento tem um caminho que, ei, mami, está na vida. Nós estamos juntos, nós estamos andando de velho, está louco com muita estima. Então, para mim, eu estou importando como porrada e bofeta. Já, mano. Como né? Porto ainda está passando de algo e fora, está virando porrada e rombo. Até que a tarde de comer, tampouco como porrada mesmo com os cunhas. Então, está algo que eu vou me sentir, né? Que é ajudado com o seguro de vida também, com positivo também. Je kent het, je hoort het. Ik ben sowieso een clown op het veld. Iedereen weet het. Ik neem het serieus, maar ik vind het super belangrijk om plezier te hebben. Ik zal soms domme dingen doen waar ik achteraf denk van, waarom heb ik dat gedaan? Maar dat is wel de manier waarop ik plezier in het spelletje houd. En als je naar deze twee gozers luistert, is voor hun ook belangrijk. En datgene wat ze doen, zorg dat je plezier hebt. Ik zeg dat altijd, je hoort het nu van hun, zorg dat je plezier hebt. Zorg dat datgene dat jij doet, dat je er genoeg voldoening uit haalt om dat te kunnen blijven doen. Ja? Maar bij jou is het, wat ik zie bij jou is dat jij het echt... Jij meent het ook, dat jij ook plezier hebt in je leven. Ja, je gaat zelf zo ver, jij draagt je eigen hoofd op je trui. Gek, broer, luister! Hey, kill! Dan heb je echt plezier in je leven gewoon. Jij hebt gewoon jouw eigen, gewoon je hoofd. Broer, maar luister, het is, wat jij zegt is, jij hoeft niet eens mijn fan te zijn. Ik ben mijn fan. Daar begint het mee. Ik ben dankbaar voor mezelf. Daar begint het echt mee. Bro, daar ik ga begint eerst het beginnen mee. Jouw hoofd te dragen. En als ik eenmaal daar ben, ga ik ook mijn hoofd dragen. Um vídeo tipo que é aquele que lastro. Yeah. Casi um luna. Um vídeo tipo que me põe em insana onda. Que me escuta todo dia para mim começar a me casa. Então, é algo que inspira-me de como passou. Ele mesmo pode querer na mesa. Então, passou a bobiça a mim não. Significa que me dá nota curta conosco. A ver, verá? Of, yeah. Vamos dizer, whatever. Então, é que eu estou muito bem, muito deep, que eu posso babiçar meu nome, sei que eu não estou tudo conosco. Yeah. Boa, mas né? Minha mãe está querendo de mim mesmo. Como larga? Então, me põe a caminho de mim que eu estou querendo de mim mesmo também. 100%, irmão. Então, é que eu tenho uma mudança que estou passou. É algo que eu me dei para tudo de ouro, em minha casa, que eu estou ajudando a minha vida também, então. Vou me dar você aí. Sowieso, não me ordem, irmão. Então, agora, eu nunca me conheci o personal, mas sempre me estava com isso, não. Então, eu estava algo que eu disse, uau. É um homem que está com algo que eu não posso explicar, mas está bem opetito, é? Está opetito. Thanks, Roma. Obrigado, Roma. Thanks, Roma. Boom. Je ziet het, veel love. Luister, zoals jullie van Outside the Box gewend zijn, gaan wij linkjes opzoeken tussen deze twee gasten. Eerste link die wij zien is op uiterlijk gebied. Als je naar ze kijkt. Geef mij die compliment, bro. Geef mij die compliment, bro. Eerste link. Bro, kijk hier. Dus als je naar hem kijkt, dat je denkt, hé, hij ziet er goed uit, maar... Dus als jij zegt, wij lijken op elkaar, bro, geef mij die compliment, bro. Maar ik vraag me af, hoe is jouw baard, zeg maar, vol? Hoe? Bro, is special zeta. Zwaar zeta? Zwaar? Zal ik zo die zeta bedoelen dan?
Olive oil? Hé, oké, luister. Ga niet tegen mij zeggen olive oil. En ik ga zo meteen naar de supermarkt. Ik smeer mezelf met olijfolie. En ik stink naar olijfolie. Ja, maar, en iedereen lachen. Ja, en dat was niet, ik zou niet vertrouwen. Hij is grappenmaker, hè? Hij is grappenmaker. Ja, ja, nee, los van hun uiterlijke linkjes. Hebben deze twee gasten iets wat ze allebei eigenlijk een beetje hetzelfde hebben gedaan. Jij hebt jouw eiland op een gegeven moment verlaten en naar Nederland gekomen om te studeren, om jouw droom achterna te gaan. Mm-hmm. En Dudley heeft dat eigenlijk ook op 16-jarige leeftijd gedaan, ook zijn eiland moeten achterlaten. In zijn geval richting Amerika, om zijn honkbaldroom te achtervolgen. De vraag is, hoe moeilijk was dat voor jou in de periode dat je Curaçao moest verlaten? Ik was 11 jaar en ik begreep het niet helemaal. We kwamen hier voor een betere toekomst. Alleenstaande moeder en die had zoiets van in Nederland gaat het beter zijn. Maar ik had een vrij leven. Ik heb mijn jeugd ontzettend geromantiseerd. Hè? Als ik achteraf ga kijken denk ik, oh, oké, okay, het was heavy. Maar dat was later. Maar toen die tijd dacht ik van ja, ik kon niet helemaal wennen in Nederland. In heel erg binnen. Curaçao was alles buiten. Als je het moeilijk had, was altijd iemand bij wie je kon eten. Hier in Nederland was het toch wat zakelijker. Ja. Dus dat vond ik in het begin zeg maar lastig. En we belanden ook heel gauw in een internaat. Mijn moeder ziek was geworden. Maar het heeft me ook wat goeds gegeven. Het heeft me laten zien dat niks gratis is. Nee. Als je iets wil hebben, je moet het zelf gaan doen. En het was een harde les, maar een wijze les. En het heeft mij helpen vormen naar de persoon die ik nu ben. Ja. Dus de ene kant lastig, maar aan de andere kant, I was like grateful dat ik het ook zo heb meegemaakt. Ja. Ja. En was dat voor jou, dit? Ja, voor mij was het ook moeilijk. Die kon en zo. Ik had ook een chamber. Die is Santa Maria. Ja. Ik ben in een Buena Vista. Buena Vista, zie. Dus het is voor mij een hond. Buena Vista, Santa Maria. Ja, ja. Dat was fácil een beetje. Sempre cool. Niet dat ding, semi met dat ding, pero no hope, maar nee hope in de Atlanta kunnen of na, pero om maar bij meer kan dat wat hobby moeilijk om die kon, zo waarom wij lagen met aan dan ook maar Atlanta kunnen, met tata, met Romana, maar chasing the dream, you know, en to, wat ons zien op alle kosten dan bommeers, wat in simpel kun andere karakter die moet do, kun wat wat deal kunnen, bommen de bommeers dan met die bo karakter. Ik heb het een beetje difficult, maar ik heb het door de DJ. Ja, het droom, hoe ik het kan leren, ik heb het niet. Maar ik heb het ook wel een andere selectie in Hollanda. Ja. Ik heb een opportuniteit om te laten zien wat talent ik heb. Ik heb een andere manier om te leren. Dus ik ben heel erg bedankt. Nice man. Hele mooie woorden, zeker. Ik hoorde, dream. Ik heb mij laten vertellen, Jandino heeft ook een dream. Alleen, hè, die van hem is huge. Ja. Is groot. Heeft te maken met Curaçao. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat jij een nieuwe stad wil gaan bouwen op Curaçao. Het is... Eén, het is niet ik. Ja. Maar het is wij. Wij willen oké. Wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken naar... Ik kijk naar jongens zoals jullie. Ik kijk naar mijn familie. Ik kijk naar vrienden. En vooral de jongere generatie. Die hebben allemaal een droom op hun eigen manier Curaçao te vertegenwoordigen. Niet alleen op Curaçao, maar wereldwijd. Zoals jij hebt gedaan. Hè? Dus het enige wat ik heb gedaan is, ik heb gezegd, nou, wat nou als we al die dromen samenvoegen. En we gaan onze bedrijven beginnen op te zetten. We gaan zelf beginnen te investeren in onze eigen winkels, supermarkten, scholen, huizen, betaalbare huizen. En als je dat allemaal samenvoegt, dan krijg je eigenlijk een stad. Wat je vaak ziet is dat er mensen vanuit het buitenland komen met exact dezezelfde ideeën. En dan zeggen wij, oh, big boom, ja. Great, allemaal great. Ja. Wat die hele des nou, bing. En toen... Vaak zijn wij degene die het moeten gaan uitvoeren. Nog vaker zijn wij degene die het hebben bedacht. Maar als iemand anders vanuit het buitenland het zegt, nemen wij het meteen serieus. Hè? Dus ik heb gezegd, daar moeten we mee stoppen. We hebben zoveel talenten. We hebben zoveel mooie ideeën. Laten we nou eens beginnen zelf te gaan bouwen.
Het enige wat wij moeten, nog verder moeten leren is communiceren met elkaar. We praten heel vaak over het woord gunnen. Daar wil ik even het opzij zetten. We moeten gaan begrijpen dat wij elkaar nodig hebben. Op dezelfde manier hoe ik iets heb gezegd wat jou heeft geïnspireerd. Op dezelfde manier inspireer jij mij door je dromen te volgen. Door ook weer hier in Nederland te spelen. Door niet te zeggen van, oh, in mijn hoofd had ik zeg maar dit in mijn hoofd. Dat is niet gelukt, dus ik geef op. Nee, je past je aan in het leven. Want soms is hetgene wat wij denken dat we moeten gaan doen, niet hetgene wat God voor ons heeft, klaar heeft. Hè? En vaak is die droom wat God voor ons heeft, is 1000 maal groter. Ja. Maar dat betekent ook niet dat het gaat om geld. Misschien is jouw doel in het leven gewoon iemand vandaag helpen. Even een glimlach op iemands gezicht zetten. Misschien is jouw doel 1 jongetje of een meisje die kijkt naar de televisie en die ziet jou op een bepaalde manier iets doen op het veld, denk van, dat heeft mij geïnspireerd. Absoluut. Heb jij niet eens door? Ja, je weet het niet. Dus die stad vertegenwoordigt de Curaçao van morgen. Nieuwe Curaçao. Ja. En Nieuwe Curaçao gaan wij het met z'n allen doen. Wij gaan het doen. Ja. It's not gonna be easy, maar dat is het eigenlijk nooit. Maar kunnen we het? 100%, want we doen het elke dag. Ja. Wij runnen Curaçao elke dag. That's it. Dat is onze droom. Sick. Nieuw Curaçao. Dat is, zo gaat het heten. Nieuw Curaçao. Vooralsnog, totdat iemand anders andere naam. Hey, maar het is dat, daar staat het idee voor. Ja, we hebben veel talenten. Dat klopt. Hebben wij ook. Maar de vraag is, heeft Shandino veel talenten? Kan Shandino een bal gooien? Kan Shandino een bal slaan? Kijk, ik weet, jullie zijn allemaal hier om te kijken of hij dat kan. Dus, ik stel voor dat wij dat nu ook gaan uitzoeken. In hoeverre heb jij je talenten kunnen ontwikkelen om ook honkballen weg te slaan? Om ook een honkbal weg te kunnen gooien? Ik wil je gewoon helpen en de publiek, eigenlijk alle kijkers, gewoon besparen. Maar ik ga dit doen. Maar het is ontzettend lullig dat jullie weten al wat mijn talent. Jullie weten dat ik mezelf zo meteen verschut ga zetten. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik gun jullie. Als dit het is, blijkbaar. Hè? We staan voor Harry. Leuk. Ha, ha, ha. Hij kan niet slaan. Maar het enige wat ik zeg is, 50 cent kan ook niet gooien. Heb je McGregor gezien? Dat was ook drama. Hey, maar als je jezelf daartussen kan zetten, 50 Cent, McGregor, Sandy, let's go. We gaan naar Neptunus. Yes, we zijn aangekomen. Neptunus, familiestadion in Rotterdam. Ben je hier wel eens eerder geweest? Ja. Ja? Ik ben hier, denk ik, 3 keer geweest. En de laatste keer heb ik mezelf ongelooflijk verschut gezet. Om met pogingen, met ballen slaan en zo. Maar dit is of een revenge, rematch. Maar als ik jou was, zou ik geld zetten op die andere partij. Let's go. Nee, maar ik heb fully money op Shandino. Je hoort het. Hij heeft al geoefend. Dus stiekem. €2, bro. €2 heeft hij gewet. Ah. Dit leek. Yo, yo. Ready, broer. Ready. Mister. Ongekleed en wel. Jij mag hier zitten. Oké. Okay. Ja. We gaan je ready maken. Okay. Om te kunnen honkballen, krijg jij een pet. Maar een oranje pet, dan kan je matchen met je shirt. Let's go. Ja? Je krijgt Stocks Energy Socks. Oké, let's go. Alsjeblieft, dat is voor als je die swagger hebt van hoge sokken. Als je een keertje gaat homeballen en je wil die hoge sokken gooien. Ja? Over de knie. Oké. Dan gooi je die. Okay. Ja? Deze is een hele leuke. Hey, ja toch? Ja. We hebben een kleine opkomst. Ja. Deze krijg je ook van ons. Dit vind ik leuk. Die swagger moet vanaf kleins af aangeleerd worden. Dit vind ik leuk. Dit is leuk. Ja, ik denk dat mijn vrouw hier heel blij mee gaat zijn. Onze aankomende zoontje gaat ook hier blij mee zijn. Asa, dankjewel. Blue Caribbean, oké. Hey! We maken reclame all the way! Dank je wel. Thanks. En last but not least, Black Mamba knuppel. Hey, boom. Maar hij is speciaal voor jou. Oké. Hoe weten we dat? Hoe? Kijk hier! Hey, bro! Hey, we zijn er in. Laat me even opstaan, man. Dit is officiële shit. Jullie zijn real. Je bent daar nu officiële honkballer.
Ik zit ook. Ja? Ik ga jullie zo teleurstellen, hè. Oh mijn god. We hebben het. Dino is swag op. Hij heeft alles wat je nodig hebt om een goede BP te nemen. Maar nu willen we zien, hè. We willen zien. Wat doet hij? Wat doet hij ermee? Gaat die knuppel heel mee terug naar huis? We gaan dat uit. Nee, maar we moeten toch een andere knuppel gebruiken? Want dit is magic. Dit kan je niet... Hij is slim. We gaan hem aan de knuppel geven. Ja, maar dit is... We gaan hem aan de knuppel geven. Naar buiten. Let's go. Speciale plek krijgen. Oké. Oké, daar staan we dan. We gaan eindelijk over tot actie. Eerste oefening. Jullie kennen het. We beginnen met de frontos. Dan gaan we over naar boven, Hans. En daarna zetten we Chandino hier tegenover de machine. Zijn we er klaar voor? Ja! Ja of nee? Let's go. We gaan het doen. Ja. Nog één ding. Dudley heeft nog één... Okay. Gift voor jou? Bro, ik ga huilen zo meteen. Ja, mama, je hebt het nodig. Het is een beetje koud. Ja, we hebben al in de aflevering van Busy kunnen zien dat als je die trilling krijgt... Loei! Fixen. Weet je toch deze? Gooi hem erin. We willen geen trilling. En daarvoor slag aan schoentjes. Okay. Broer, ik wens jou veel succes. Ik trek mij terug. Take the floor. Mag je? Je mag hem houden? Dank je, Roman. Dank je, Roman. Goed. Is niet erg. Oké. Let's go. Kiel, gooi goed, man. Hij gooit raar. Ja! 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 Legend, Roman! Legend! Legend! World Series, Roman! World Series, Roman! Bang, bang! Bang, bang, Roman! Bang, bang! Oké, laat maar. Als we die andere gewoon opnieuw zetten. Okay. En die andere zetten gewoon opnieuw 2 keer, 3 keer. Ja! 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 En dat is ook goed, weet je? Want kijk, hij gaat nu. Hij gaat historisch, hoe gaat hij nu een beetje anders gooien en shit. Het is jammer, dit. Die haat is groot, jezus mij. Time out. Oké. Ik heb je zien slaan. Ja. Het ging goed. Jullie vonden het ook. Het ging goed. Echt waar. Maar het kan beter. Oké. Ja? Dudley. Je hebt me nu een aantal swings zien nemen, hè? Zou je hem 1, het liefst 2 tips kunnen geven? Sowieso. Ga naar huis en blijf thuis. Twee tips. Kom op. Zo staan. Kijk, we hebben kijken. Handen naar achter. Naar voren. Boom. Chandino style. Oké, dus... Let's go. Je staat, zien dan. Ja? Dus je kijkt naar de werper. Ja. En dan, maar... Kijk, want ik heb de neiging... Oké, dus wat... Ja, dus... Ja, precies. Vanuit daar. Oké, bang, bang, bang. Let's go. Bang, bang. Doe wat je moet doen. Fuck. Kat! Ik geef weer een time-out. We gaan een time-out roepen. Weet je wat ik denk dat jij nodig hebt? Ja. Hij heeft iemand nodig die het voordoet. Sommige mensen leren zo, hè? Ja. Je moet eerst kijken hoe het gaat. Ja. En dan kan je gewoon nadoen. Oké. Dudley. Dudley, doe alsjeblieft. Laat zien. Dudley zou goed zijn als je gewoon even mist, want dan lijk ik niet echt heel slecht. We stap flow non-stop. We stap fly non-stop. Zoek weer rood non-stop. Zie je grind non-stop. Je hebt dat gezien? En ik ga ervan uit dat jij dus nu ook weet hoe het moet. Ik wil niet eens meer komen. Ik zeg zelf, knip mij eruit. Knip mij gewoon eruit. Rond. Nummer 2. We gaan nog een keer frontos. Laatste keer. En hierna gaan we dus over naar overhand. Maar je moet wel laten zien dat je er klaar voor bent, broer. Ja, broer, maar dit is... Maar kan ik niet die platte krijgen? Of is dat gewoon softball? Kan ik niet die van cricket krijgen? Probeer deze dan. Oké, ga even. Oké. Deze doet dat? Ja. Staat hij aan? Zeker. Staat hij aan? Staan. Hij staat aan, man. Klaar, man. Overdaan. Klaar. Nee. Ik kan niks horen van die man. Dit is te simpel. Wat gaan we nu doen? Level 2. Hoep, bovenhands, ja? Laat hem even vieren, we gaan even de boel ombouwen. Hij switcht die toren en doet meteen gelijk. Terwijl zij even de boel verplaatsen. Ja. Las ik nou dat jij oprecht architect had willen worden? Ja. Maar ja, als het zo gaat met die baseball dan... Nee. Maar ja, ik wilde heel graag architect worden. Ik zou het... Ik had VBO, dus dat was een beetje te laag ervoor. Ja. En toen was ik begonnen met...
schilderen, kennis krijgen van kleur. Dan zou ik daarna een andere opleiding doen, interieuradviseur. Ja. En toen zei mijn leraar van, nou, met jouw grote mond, dan kan je echt heel wat worden. Maar je moet eerst kennis gaan krijgen van kleur. En dus ik deed 2 jaar die opleiding bij SPOS. En net voordat ik met die opleiding klaar was, toen hoorde ik dat die andere opleiding, interieuradviseur, was van de hand gedaan. Want niemand deed dat. Dat is echt zo van een certificaat. Ja. En dus toen was ik opeens schilder. En toen zat ik in de bouw. Ja. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wilde worden. Maar. Ik heb altijd gedacht, rond mijn 40ste ga ik met pensioen. Ja. En dan ga ik koop ik 1 huisje en dan ga ik dat opknappen. En dan ga ik daarna investeren weer. En dan zo iets opbouwen. En dan word ik toch nog een soort van... Een soort van architect. Ja. En nu ben ik 40. Nu ben ik mijn carrière in ieder geval als theatermaker, filmmaker, iets minder, niet helemaal stom, maar iets minder. Ja. En ik ben op Curaçao veel meer en op de eilanden veel meer aan het investeren in, in vastgoed. Ja. Dus dan ergens ben ik een beetje architect. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, de enige ding wat ik heb mogen ontwerpen voor mijn vrouw is de zolderkamer. Dus het is ook niet helemaal, ik moet niet heel stoer doen hier. Nou, en binnenkort zien wij de architectuur vanuit jou terug op Curaçao. Sowieso, sowieso, toch? Roman. In ieder geval een invloed, dat je iets denkt, ervan. Hij heeft iets daarmee te maken. Ziek. Ja, let's go. Ik wou vroeger ook architect worden. Ik heb de opleiding oprecht nog gedaan ook. Oh, echt waar? Ik heb 2 jaar bouwkunde gedaan. Oh, kansloos. Ja, maar rest. Nee, het is een pittige heavy opleiding. Het is echt een pittige opleiding. Het is zwaar. Heel veel uren combineren met honkbal. Ging het niet worden, ging het niet worden. Dit, maar dat zijn twee dingen waar je volledig je focus op moet hebben. Volledig. Ja, was pittig. Maar je bent jong, dus je gaat ooit uiteindelijk gaat er een manier komen waarbij je dat andere ook nog gaat kunnen doen. Hey, want ik ben jong. Niet... Hoe oud ben je? Je bent toch jong? Ja, 31 is prima. Hai, Roman, je bent net geboren. Hey, je hoort het. Jongens, we gaan door. Round number 2. Overhand throw, ja? Stel je voor, Sandino, jij gaat aan slag staan. Volle stadion. Jij loopt van de dugout naar de plaat toe, ja? Wat is de nummer die jij op dat moment wil horen klinken door het hele stadion? 2, denk ik. 1. Ja, maar wacht even. Het is of... Notorious B.I.G. Juice. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Of Jay-Z, Encore. Get him, Jay. Who you know fresher than ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can't none of... Die twee, als ik meestal in het theater ben, alles wat ik doe, zet dat op. B.I.G. Dan ga ik gewoon huilen. Die is elke keer terug. Die is diep. En die Encore geeft me gewoon dat ding. En ik heb nog eentje, maar dat is echt, dat is Kanye West, Jesus Walk With Me. Jesus walks. Ja. Jesus ook. Check the GN, I check the method. They be asking us questions, harassing, arresting, saying we. Kom maar. Jesus. Kunjo, ik ga je zo meester. Echt waar. Kijk. Weet je, je hebt een paar ratten in het veld, weet je, want hij, kijk, wat hij doet nu is, hij zag mijn slag kwam. Hij zag, die talent is daar. Dus wat doet hij? Hij schakelt mijn koude hand uit, mijn hele arm, kill. Weet je hoe hard die Tory is? Want ik sta hier. Jij zei tegen mij, niet hier staan, want het is gevaarlijk. Ik sta hier. Zwa. Top, leuk. Maar wat doe je normaal gesproken? Sta je in de keuken? Wat is jouw functie? Deze keel is koude hartje. Ik heb een blauwe plek, hè? Ik heb een blauwe plek. Ik heb vandaag. Ik moet nog vandaag werken, hè? Hij was. Wacht, niet zo. Jij doet zo. Nee, maar. Keel. Oké, dus ik moet hier. Moet ik anders hier achter gaan staan voor werken? Want anders. Ja, zeg maar mijn telefoon, alles, maar maakt allemaal niet uit. Je hebt toch al scheid aan mijn lichaam, dus pak mijn telefoon. Oké, nu komt het. Kate, Nou, wat proef ik? Kateki. Hey! Klaar! Klaar! Alrighty, ronde 2. Sandino heeft zijn best gedaan. Hij heeft een paar hele goede ballen geraakt nadat hij zelf... Gaat goed? Geraakt werd. Maar ook hier gaan we even laten zien aan hem hoe het ook kan. Dudley. Mooi hoe je dat brengt. Hoe het ook kan. Ook, ja. En als je hier zit, hoe ziet hij eruit? Dit ziet er fantastisch uit. Nee, maar kijk, hoe hij het raakt,
zo raak ik hem dus ook in mijn hoofd. Ja. Dat is precies wat ik denk dat er gebeurt. De realiteit is anders, maar dit is wat ik denk dat ik aan het doen ben. Maar dat letterlijk begint goed, hè? Daar begint het mee. Visualiseren, geloven in jezelf. Bam! Ja. Yes sir, we zijn aangekomen bij de hoofdklasse challenge. Hier draait het uiteindelijk allemaal om hoeveel ballen kan Jandino raken. Hij krijgt 10 ballen, ja? Hij moet er zoveel mogelijk raken. Puur contact is al genoeg, we zijn benieuwd. Jij bent benieuwd, blijf kijken, want we gaan het doen. Let's go! Alentico Madelanti. Sí, precies. Sin miedo. Ja, doe maar! Hey! Alentico Madelanti. Onde mi mes. Eso, vamos para mí, vamos a salir. Hombre, saque de hombre. Vamos para mí. Hey, 2 uit 4. Hombre, Roma. Eso, 3 uit 5. Vamos para mí. No. Vale menos, bro. Hey! Ay, sí. Ay, por Messi. Qué mere. Sla op beton. Dat is het gevoel wat je krijgt. Voel niks! Oké, we hebben nog 2 swings te gaan. Maar. Het zijn 2 hele belangrijke swings. Mocht je de bal raken, luister. Ik hou van swag. Raak die bal. Ik wil zien hoe jij zou vieren als dat de bal is die je raakt. En je slaat de game-winning home run. Ja, die bat. Doe er iets mee. Laat zien dat jij de man bent op dat moment. Sowieso. Laat zien. Of ik hem raak of niet. Bom. Alutica Madilanti. Sí, precies. Para klaar. Laatste. Para romantica game winning hit. Para klaar. Sí, precies. Bambami! 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 Waar is die bal? Weg! Hey, niet Neptunus, Saturnus is die bal daar, Roman! Hey, bro! Begin die contracten te halen, Barry! Begin mensen te bellen! Hey, kom je morgen spelen dan? Hey, Roman, ik ben daar! Ik ben daar, kill! Wauw! Ja, man! Die laatste was ook nog je best geraakte man. Hey, bro! Die opbouw, weet je? Ik heb het gedaan voor iedereen. Die denken, ik kan niet. Misschien geen handicap is, kunnen niet, maar je kan het. Jij kan het ook. Ja, toch? Ja, man. Iedereen. Oké. Guys, oprecht. Dit is misschien een van de grappigste afleveringen die ik heb gemaakt. Luister, beleving was er. Ja, beleving was er. Hij ging er 100% voor. En hij heeft, ik heb niet meegeteld, 7, 8... 18, weet je. Iets 19, laten we kijken. Weet je, hoeven we niet te tellen. Wat is tellen? Wat is cijfers? Wat is tijd? Het is maar een relatief begrip. Dus weet je, ik heb veel geraakt. Hoe? Maakt niet uit. Niet bemoeien. Boom, bam. Durms, ik ga jou bedanken. Thanks, man. Dankjewel dat je hier aanwezig met ons kon zijn. Thanks, dat je Jandino de kleine, fijne dingetjes van onze sport hebt kunnen leren, laten zien. Dino, ik dank jou oprecht voor jouw aanwezigheid. Dank je wel voor jouw energie, je positieve tijd. En al jouw shenanigans. We hebben ervan genoten. Luister, voordat we gaan afronden. Yes. Deze. Ja, we gaan er 3 van weggeven. Getekend door Jandino en getekend door Dudley. Ja? Wil je de kans op maken? Lees in de beschrijving wat je moet doen. Hou ons in de gaten. Voor nu, dankjewel dat jullie hebben gekeken naar Outside the Box. Je weet hoe we doen. We linken 2 spelers met elkaar en ze doen hun magic. Dankjewel. Luister. Hou ons kanaal in de gaten. Baseball Culture. We gaan groeien. We willen groeien. En dat kan alleen met jou. Dus, abonneer. Check of je kan abonneren. En als je dat hebt gedaan, dubbel check of het ook echt is gelukt dat je geabonneerd bent op ons kanaal. Yes? Voor nu, Dino, Dudley, dankjewel. Later. Rico, bro, luister. Ik heb het gedaan. Ik daag jou uit. Waarschijnlijk durf je niet. Met je pleuris dikke kop. Dus, ja. Waarschijnlijk durf je niet. Je durft niet. Je praat. Hé, hey, mijn slag was niet... Ik heb een knock-out slag gehad, oké? Okay? Laten we kijken dat al die bla 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 in de ring echt gaat zijn. Oké? Okay? Uitgedaagd, broer. Nee, niet mij bellen hierna. Neem de telefoon op. We gaan zien.